Maken de volte. Standby. En de start is gevallen. Starten laten gaan, de start is gevallen. Vakir Vanetic neemt direct naar de start de leiding. Gevolgd door Heli Vrede Best en aan de buitenzijde Hampshire F. Boko. Aan de binnenkant volgt dan Donder Vreo met daarachter El Salsa. Zo gaan de paarden de eerste meters door. Verder weg in het veld is het dan Dravelis die op anderhalve lengte wordt gevolgd door Diamond Twigs. En achter Diamond Twigs hebben we dan aan de buitenzijde opererend, als de paarden de bocht doorgaan, de nummer 12 Vakir Olderson. Verder weg in het veld is het dan Giga Beukenswijk. Aan de start van het veld volgt Serest. En de deelnemers zijn op weg naar de overzijde van de baan. Paarden ronden de bocht. En Vakir Vanetic leidt nog altijd. Vakir Vanetic heeft de kol. Op de tweede plaats Hampshire F. Boko. Heli Vrede Best gaat als derde over het zandpad. Als vierde doet dat de nummer 7, Donder Vreo. Die had even een kleine aarzeling over het zand. Wat verder weg in het veld is het dan El Salzaan. Op anderhalve lengte daarachter volgt dan aan de binnenzijde Caroline Albers met haar nummer 5, Diamond Twigs. Die geflankeerd wordt door Dravelist. En daarachter is het dan nummer 12. Vakir Olderson wordt gevolgd door Bizar Zandbergen met daarachter Giga Beukenswijk. Dan is het Destrier en aan de start van het veld Serest. Paarden gaan de bocht in met nog altijd aan de kop Zietske de Vries met Vakir Vanetic. Op de tweede plaats attent volgend Heli Vrede Best. Daarachter is het dan Hampshire F. Boko en die wordt gevolgd door Donder Vreo. Paarden komen de bocht door. Verder weg in het veld volgt dan Will Steur met El Salsa. En dat zijn de frontrankers als de paarden de laatste bocht doorkomen. Zo dadelijk richting laatste rechte lijn gaan trekken en dan nog 600 meter te gaan hebben. Vakir Vanetic leidt nog altijd met dichterbij Hampshire F. Boko. Dan volgt Heli Vrede Best in derde positie. Dat zijn nog altijd de best geplaatste paarden op dit ogenblik. Als ze de laatste rechte lijn nu definitief zijn ingekomen en heel veel meter probeert goed te maken op dit moment. Vakir Olderson, die komt aan de buitenzijde, maar is nog niet echt verder gekomen. Destrier, die probeert wel in het buitenste spoor wat impact te maken op de leiders. Maar het is aan de kop vooralsnog Vakir Vanetic. Vakir Vanetic gaat onverdroten door. Heli Vrede Best wordt gemaand door Barry te pas, maar Vakir Vanetic leidt nog altijd. Vakir Vanetic met Heli Vrede Best die de aanval opent. Maar Vakir Vanetic is herenmeester op weg naar de finishlijn. Vakir Vanetic met Sietske de Vries. Winterkwartetkoers. Op de tweede plaats Heli Vrede Best. Close voor de derde plaats tussen de nummer 2 Dravelist en de 11 Bizar Zandbergen. Ja, Sam.